eerste minor duurt twee periodes, dus dat is één semester. Het gaat om het contact met de ondernemer. Een ondernemer uit de omgeving van Alkmaar, van de regio Noord-Holland. En het gaat heel erg om taalonderwijs. Ik ben Gustav Zeeman en ik ben directeur van het bedrijf European Machine Training. European Machine Training is een bedrijf die dus internationaal naar buiten treedt en machines produceert voor de kunstmestindustrie. In de eerste periode krijgen studenten nog vrij veel theorie en beginnen ze met hun opdracht. Naarmate de tijd vordert gaan ze eigenlijk steeds minder tijd aan de lessen besteden, maar steeds meer aan de projectopdracht. Dus in de tweede periode van het studiejaar is er echt ruim baan om te werken aan het project. De studenten die bij ons in het bedrijf komen om dus hun minor te doen, die worden geselecteerd door Inholland. En dan gaan we een aantal landen neerzetten die we zeggen dat voor ons interessant is, waar een minor op gemaakt gaat worden. Wij proberen wel de studenten zoveel mogelijk te begeleiden. En, met name als je dus naar exportstudies gaat, dan is het toch voor de studenten belangrijk om te weten wat het bedrijf doet, hoe het bedrijf werkt, de achtergrond van het bedrijf, welke doelgroepen het bedrijf hanteert om zijn producten te verkopen. Dat betekent toch zeker een informatieuitwisseling van het bedrijf naar de student, waarbij de student eigenlijk zijn minor op een goede manier kan presenteren en neerzetten en ook uitzoeken daarvoor.